Even kijken, is hij aan het opnemen? Ja, ik zie hem lopen. Kom er ook bij, dan gaan we het samen proberen. Kijk, we hebben hier het struisvogel-ei en die moeten we gaan proberen open te maken. We hebben een videootje daarvoor bekeken hoe dat moet. We gaan kijken of dat nou gaat lukken. We hebben daar een aantal attribuutjes voor. Een stokje om te roeren straks in het ei, want anders krijg je hem er niet uit. Een slangetje waarmee je lucht kan laten toevoeren op het moment dat hij uitloopt. Iets waarmee je het mes kunt beslaan. Ik heb maar een nijptang genomen en het scherpe mes. En nu wordt het even spannend. Want ik moet een klein gaatje. Misschien ga jij hem aan de zijkanten met twee handen. Ja, nou. Ja. Kijk uit voor mijn handen. Ja, precies. Dan gaan we proberen door erop te staan een klein gaatje. Hij kan dus ook breken. Geen idee of dit lukt. Volgens mij ben ik er doorheen. En zo moeten we... in het rond. Kijk, dit ziet er toch al goed uit, Marieke. Ik denk als ik deze nu ook sla dat hij... Kijk. Ja. Wij proberen die stukjes er nog even uit te krijgen. In ieder geval een gaatje. We hebben nog iets. En nu, even kijken, past deze erin? Ja. Laten we eerst die handdoek weghalen. Ik denk dat ik het gaatje nog iets groter moet maken, denk je niet? Nou, ik denk het niet. Goed, gaan we hem omroeren. Zodat alles aan de binnenkant... Ik zie ook wat donkers erin. Goed. Ja. Nu gaan we proberen om de inhoud... Hé. Kijk, daar gaat zo graag het al werk dan lukt. Oh, zonder dat buisje gaat dat eigenlijk ook wel. Beetje schudden en... Kijk. Hij loopt leeg. Hij loopt leeg, man. Volgens mij is hij leeg, hé? Kijk eens. Ja. Kun je omspoelen. Goed, hè? Ja, hij is helemaal leeg. Het is gelukt. Vergelijkbaar nou, met 24 kippeneieren. Precies. Dus als je even kijkt, hier zitten 24 kippeneieren in. Nou, dit is dan de omelet die we ervan gebakken hebben. Alleen dit is nog maar een heel klein deeltje uit de pan. Want ja, 24 eieren, dat eet je niet zo even in één keer op. Maar het ziet er goed uit en het ruikt eigenlijk tot nu toe als gewone kippei. Ja. Hier zijn we het omeletje aan het bakken. Dit is al de tweede omelet. En je ziet, er zit nog heel veel in het pannetje. Hier gaan we de komende dagen nog wel van eten.
Kijk. Ja, zo komt hij goed in beeld. En uiteindelijk de smaak. Dat is natuurlijk wel het meest belangrijke nog. Nou, eigenlijk niet zo heel veel verschil met een gewoon kip-ei. Hè? Het ruikt zo, het proeft zo, de structuur is ook hetzelfde. Dus ja, eigenlijk kan je net zo goed 24 gewone eieren kopen en heb je hetzelfde. Ja.